Ze zagen een boot ergens varen. Dan zeiden ze, kijk, daar gaat een Triton. Daar bedoelden ze dan een rondvaartboot mee. Dus zo bekend was het. Hoe is het om weer op uw eigen boot te staan? Nou, ik zie een heleboel dingen die me heel bekend voorkomen. Die ik ook zelf gemaakt heb. Dat is vreemd. Om het na zoveel jaar weer terug te zien. Een beetje emotioneel is het. De Triton is na 60 jaar weer terug in Katwijk. Waar is hij allemaal geweest? De Triton is in Haarlem geweest. En daar heeft hij een hele tijd gevaren. Daar is hij ook vervolgens hebben wij hem in een hele slechte staat zeg maar, weer gekocht. En hebben we hem hierheen gehaald en volledig verbouwd tot wat het nu is geworden. We zijn er toen in 1979 mee begonnen. Voor die tijd hadden we van die boten net zoals in Amsterdam, weet je wel, van die... Maar daar zat je dus allemaal achter elkaar in die bootjes en dat wilden we niet meer. We wilden een beetje een moderne boot, dus met een dansvloer en een bar en een bovendek. Nou, dat viel hier niet mee, want het heb je allemaal lage bruggen. Dus ik had toen verzonnen bovenop iets te maken, zodat het naar beneden kon. Zodat ik onder die bruggen door kon varen en dat de mensen dan naderhand ook bovenop konden zitten, lekker buiten zitten. En, dus hier in 1979 is die begonnen, in 80 te water gelaten. En daarna nog een 10, 15 jaar met die boot gevaren. En toen was ik al aan de pensioenleeftijd. Dus was ik al 63 onderaan. En toen heb ik deze boot en nog andere verkocht. Ja, waarom was het belangrijk dat hij weer terugkwam in Katwijk? Nou, de Triton boten zijn te herkennen zeg maar, aan de grote bovendaken, waar je lekker bovenop kan zitten, maar die kunnen inklappen en dan door het Oegstgeesterkanaal naar het plassengebied kunnen varen. Als we dat met onze andere boten doen, dan moeten we omvaren naar, via Leiden en dat duurt 2,5 uur. En nu zijn we binnen een half uurtje op de Kagerplassen. En toen ben ik hem uit het oog verloren. Ik wist niet meer waar hij gebleven was, want hij was weer verkocht en weer verkocht. Totdat ik van de winter zag ik via internet en googelen zag ik hem ineens, weer terug in Haarlem. En nou, van Haarlem is hij weer teruggekomen in Katwijk. Het leek wel of die boot gewoon niet weg wilde. Ja, wat zijn nu de toekomstplannen van deze boot? Het toekomstplan is dat wij hebben anderhalf jaar geleden bijna de voltallige gemeenteraad achter ons gekregen om weer rondvaart te gaan doen vanuit Katwijk. Vervolgens hebben wij nu geïnvesteerd zeg maar, in dit project en gaan we vanaf nu ook volop varen vanuit Katwijk naar het plassengebied. En laten we eigenlijk een oude traditie herleven. Nou, de naam Triton is natuurlijk in Katwijk van jong tot oud bekend. Heel veel mensen uit Katwijk, iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Met bruiloften en partijen, vergaderingen, et cetera, of zo meer. Dus de naam Triton is hier al heel oud. Ze zagen een boot ergens varen. Dan zeiden ze, kijk, daar gaat een Triton. Daar bedoelden ze dan een rondvaartboot mee. Dus zo bekend was het. Nou ja, totdat het dan het hoogtepunt was. En toen heb ik het verkocht. Want je moet iets niet verkopen als het in de dieptepunt ligt. Want dan krijg je er niks voor. Alleen als het in het hoogtepunt ligt. En daar geniet ik nou nog steeds van.